Groet iedereen. We zijn hier vandaag op de sportdag. Het is nu al sportdag. Vorig jaar was dat helemaal op het einde. Het is koud. Het is vroeg. Wij dachten dat we te laat gingen komen, want we moesten helemaal op de eigen kracht komen, zoals ik gisteren al verteld heb. Maar nu zijn wij hier toch wel kei vroeg zeker. En er was hier nog niemand. We komen hier aan. Wat zien we? Een paar pibis van het zesde jaar en van het vijfde jaar. Rien de knot. Nul Gerard. Ja, die ook. En wat dan nog veel erger is, is dat we eigenlijk niemand... Want alleen wij dachten, wij gaan daar aankomen en wie gaat hier allemaal zijn? Hè? Maar nee. Monsieur en ik zijn gewoon de eerste aanwezig op de grond van het sportterrein. Het is hier heel erg koud, het is niet warm. Het is duidelijk winter aan het worden en dat bevalt mij niks. Hè? Dat bevalt mij dus helemaal niks. Het is een regelrechte ramp. Enfin ja, we gaan eraan beginnen. Daar hebben, kijk wie we daar hebben. Meer compagnie, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Good morning. Ja, goeie morning. Dag, beste vrienden. En nu komt natuurlijk heel de kloek, meer kiekjes. Eén bus later en patat. Iedereen is er. Bonaventure. Goeie reis, schat. Wij waren hier dus wel kei vroeg, hè. Wij staan hier al een uur in de kou, hè. Nee, geen uur, maar het scheelt toch niet veel. Ja, wij ook, maar wel veel te vroeg. Veel te vroeg. Michel Angelo. Die hoort dat natuurlijk niet, want hij heeft verstoppen in zijn oren. Michel Angelo. Wacht. Zo. Een goede reis, schat. Ja, sowieso. Met de bus gekomen. Aha. Wij ook. Wij zijn hier al kei vroeg aangekomen. Niet waar? Het is allemaal een ramp. Het is koud. En ik heb geen gisteren... Weet je dat ik een joggingbroek aan heb? Ik ben dat gaan kopen, poema. Hè. Ik haat dat. Dat is niet comfortabel en lelijk. Maar ja, ik moet door, hè. Ja, veel plezier. Met de sportdag. Goed sporten. Red. Ah. Wat een ramp. Ik ben gewonnen van Lucas Seger. Oh, groet iedereen. Het was een vals spel, hè. Wat? Ik moest met stepjes rondfietsen, hè. Ik deed een soort stepjes, hè. Rondrijden op een parcours. Allee, een parcours en op het bos. En hij heeft me aan de kant geduwd, hè. Nee. Ik heb hem... Wij gingen zo en er is direct een bocht. Ik heb hem ingesneden in die bocht. Hij fietst tegen mij. Ik fietste niet, ik stepte. Dus je hebt al fout gezegd, hè. Ik heb gewonnen, maar ja, dat is... Nee, ik heb gewonnen. Zwer politiek, beste vrienden. Dat is allemaal de schuld van hier, zeg Garcia Vidal. Valspeler, ja. Hè. Niet maar Bonaventure. Ja. Wat heb je deze gezien? Zeer juist. Ik heb gewonnen. Ja. Gewonnen. Gewonnen. Mijn handen zijn wit hier. Kijk, voor dit. Dat is debatteerbaar, hè. Want ja, eigenlijk, ik was al vroeg hier, hè. Mompels, oh, dat is van de kou. Nou, wij staan hier dus al kei lang. Allee, wij stonden hier kei lang. Ik ben hier sinds 26. En om 1 à 9 stonden wij hier nog in de kou. Oei, ik heb is een voorhoofdrimpel, broer. Wow! Enfin ja, niks aan te doen, hè. Ik zie niks. Waarom is die camera zo klein? Oké. Ja. Doe! Hallo, ik heb net een kikker gevangen. Dat is toch wat? Ja. Geen meer? Ik heb net opgestept en ik heb gewonnen. Want Leandro heeft mij geduwd, dat is een valspeler. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Ik heb hem in een bocht afgesneden. Je hebt hem gewoon geduwd. En hij duwt haar vast tegen mij. Nee. Ik heb mijn armen niet van mijn stuur gedaan. Jawel, jij hebt mij geduwd, want jij was voor mij. Dat is een vieze val. Nee, maar ik was normaal. Ja. Ja. Niet tegen mij. Ik zit op de grond te vechten, verdorie. Nee, echt nooit. Is het klaar, Luca? Ik ben een pacifist. Ja. Dag. Miljarden, hè? Jona, achter jou. Wat? Help me! Kijk, godverdomme. Doe nog een keer. Oh. Hoi, kom mee. Beste vrienden, wij zijn hier aan het sporten. Tikkertje, godverdomme. Vrienden, we hebben net weer al goed gelopen. Het was interessant. Oh my god! Ja,
Kijk, mensen, mensen hebben een bezigheid nodig. Hè? Het was heel interessant. We hebben gesport, we hebben gezweet. Voilà. New York, Madison Square Garden, a City College quintet faces five fast and fancy web feet from the University of Oregon. It's the opening contest of an intersectional doubleheader, and New York draws 2 points worth of first blood. 16,000 fans watch the boys from the Pacific Coast as they try to stem the onslaught. Roosterpoel was gebouwd met LV van Straat, ik kan niet weten. Dat was smooth, hè? Ik kwam niet voor aan. Nu ben ik mijn bal wel kwijt. Niet agressief, ik ben gewoon in een piek, joh. Oké, dit is Luca Verstraeten, een rolstoel. Dit is een meisje, een rolstoel. Katerina. En, are you enjoying yourself? I, of course. We all have the same problem. This phone just moves on its own. It's like... Nissan. Zo is het wel genoeg met al die valse reclame, hè? Klant. Beste vrienden, restauratiewerken, restauratiewerken. Echt, we gaan met tricep even flexen. Je kan dat niet goed zien. Oké, skip dat. Fuck this. Alsjeblieft, knip deze eruit. Het is eigenlijk te goed om eruit te knippen, niet waar, beste vrienden. Oh. Kijk, zijn vrienden dat ook, hè. Wacht, ik hoor stemmen. Missie begint te verslaten. Oké, maar nee, ik doe echt cringe op camera, dus ik knip het eruit. Nee. Beste vrienden, het is nu middagpauze. Een gezellige cola erbij. Dat is het enige drankje dat we hier krijgen. De rest, ja, dat is niet in de bedrijf inbegrepen, blijkbaar. Ja, we gaan hier lekker eten en dan... oh la la, Bonaventure heeft lekker de dinges bij precies. Hè. Wat is dat allemaal? Brownie. En Ierse Golden Power. Beste vrienden, het is hoog tijd voor het hoogteparcours. Ik heb mijn broekje aan. Heel stevig, heel sexy, goed bezig. Mannen, het is weer een ramp. Mijn broek zit veel te strak. Dat is niet eens een broek, dat is een ceintuur. Dat is ja, we gaan de lucht in, we gaan de lucht in. En ja, het wordt weer een spektakel, het wordt weer geweldig. We gaan het allemaal weer zien. Luca, we moeten het al gecheckt. En nu, de volgende cut gaat zo zijn. Mannen, het is weer een ramp. Iemand is van de hoogte dingen gevallen. Het is nog geen ramp, maar dat kan er nog van komen. Ik hoop je... Beste vrienden, ik ben getransformeerd in tikkenij. Kijk, mijn mooie pot. Ik heb mijn broekje aan. We gaan de lucht in. Het wordt plezierig, het wordt fantastisch. Leandro Garcia Vidal is zijn broek aan het checken. En dan gaan we naar boven. Hè. Wat is dat nu? Kobe, Bonaventure, gaan niet mee. Nee. Spijtig, hè? Niet zo spijtig voor mij. Ja, voor u niet, maar we gaan zien. Hè. Misschien krijgen we wel een dikke vette prijs als we eruit komen. Hè. Ja. Zou kunnen, hè. Je weet dat nooit niet. Hè. 10 miljoen euro. Je gaat ook niet mee. Ja, D gaat niet mee. En ja. Ik ga wacht, waarom ja, D? Omdat dat ruimt op, die gaat niet mee. Look at the hell. Nog een tikken, hè. We gaan de lucht in. Ik ga precies zo mijn als dat. Ja, ik zie er wel echt belachelijk uit. Maar ja, we gaan naar boven. Courageus. Luca! Hoe mooi die gillen eigenlijk. Thank you.
voor nu vroeger nog al wijs. Lucas, waar is? Dit is een catastrofe, een ramp, een was dat allemaal? Dat was dus echt een disaster, hè? Een catastroof, een ramp. Was het wel leuk? Wow, we hebben ons geamuseerd, hè? Ik kan daar niet van klagen. Ik heb al minder goede amusementen gehad, maar dit is een ramp. Beste vrienden, we hebben net geklommen. Het was heel spannend, zoals je het kunt zien. Ik had er nog een beetje van, je ziet het wel, maar we hebben dat weer goed gedaan, zoals normaal gezien. Hè, want van klimmen weet ik alles en dat is ook normaal, want ik weet alles, behalve wat ik niet weet. En ik ben hier Garcia Vidal, die heeft dat ook heel erg goed gedaan. Ja, ik was de eerste die klaar was. Ja, ik was de hoogteparcours. Tweede. Kijk deze, kijk. Tweede. Broer, kijk dat even. Dat lijkt klein, ik zeg jullie, maar ik was helemaal daar, van boven zo. Ik heb de hoogste, ik heb alles gedaan eigenlijk, snap je wat ik bedoel? Even snel de flik. Hier heb ik mijn hoofd. Dank je. Was het probleem? Moeten we zo'n bord zoeken met... Dus wacht, dit is de uitgang. Dus nu zijn wij hier. Dus het zou... Nee, dit is... Dit is de uitgang, zo. Dus dat is dat. Dit is dit, dus waar lag dit? Hier. Dus... Is dat zo'n schrik? Ik dacht, dit. Is dat deze, serieus? Ja, ik denk het. L. Maar ik denk dat deze niet meedoet, hè? Nee, dat is niet. Dat is toch letterlijk daar? Is dat dat? Is dat de zee? Nee, is dat wel. Maar ja, dat is toch dat? Dat is een I, dat is een punt. Wacht, het gaat over dit of wat? Dus oké, okay, dus we kijken zo, dus het moet hier. Ah, dat is een van deze. Dat is niet. Dat is een punt. Oké, maar ik heb het hier van het doos. Ik heb het hier nog eruit. Mama, kom op! Because look, this one is that. So if you come, we're here now. And this one is the E. But you have to guess this one. So I don't get it. Oh. Ik denk niet dat het dier op de grond zal staan. Dat zal eerder ergens hoog in de lucht staan. Ah. Beste vrienden, wij doen een navigatiespel. Ik weet ook niet goed waar dat allemaal goed voor is, maar we doen het. We moeten naar het voetbal gaan. Weet je de weg? Ja, dat is daar. Nee, dat is daar. Echt achter het voetbal. Dan moeten we daar naartoe. Hè? Gaat jij daar naartoe? Zeg, lopen. Ja, loop jij maar. Ja, maar waar? Het is fitness, hè, mannen. Je weet het te vinden. Opsplitsen, maar dan moeten we allemaal gaan lopen. Ja, maar schattekjes, kom. Ja. Dat moet, anders gaan we hier nooit voor drie weg kunnen. Pak een foto. Maar wacht, we gaan ook even bespreken. Dus drie, waar is drie? Kom, drie helpen voeren. Drie. Dat is hier ergens? Ja, dat is daar. Perfect waar jij nu de vinger zit. Deze. Jawel. Nee, deze.
En waar is dat? Dus achter het voetbalveld. Dat is dat bos zeker, hè? Ja. Zal ik dat wel doen? Nee, zal ik dat wel doen? Wacht. Waar is dat oranje? Gracht. Je hebt een gracht en dan de stippenlijn. Oké, okay. En wat is dat? Moet je dronken worden in 5 seconden? Dus je ziet de gracht voor de gracht. Ja. Maar het derde. Oké, ja, ik zal dus het wel vinden. Dus het verste ver. Maar dan ben ik weg, hè. Tot zometeen. R44. Ik zie dat op het filmpje, zodat ik het niet vergeet natuurlijk. Hè. Beste vrienden, ik wandel hier door het bos, zoals je kunt zien. En wat nu eigenlijk het doel was van het spelletje is, we moeten allemaal van die ticketjes zoeken. En met die ticketjes moeten we dan, ja, dan moeten we dan opschrijven en zo. Ja, gaan we dat doen. Maar je moet dat normaal met heel de groep doen, maar wij zijn natuurlijk verstandig. Dat was mijn idee, hè. Om op te splitsen, hè, niet waar. En dan splitsen wij op. En dan kan iedereen rustig op zijn gemakje gaan zoeken. En dat is natuurlijk een geweldig idee, want op die manier gaat het allemaal wat vlugger vooruit. En hoe vlugger het vooruit gaat, hoe rapper dat weer weg zijn, nietwaar? Beste vrienden, ik zie daar iemand die brult. En daar is iemand in het kantoor die precies heel veel werk heeft. Zeg, loop jij naar rond, hè? Oké, Katharina. Ik heb geen op nodig. Eentje, Katharina is die gaan zoeken. Ja. Maar ga dan haar helpen. Wat staat jij hier aan te doen? Alles te regelen. Geef mij dat ticket. Ik ben een slechte loper. Ik help jullie. Ja, maar, ik ook. Nee, jij bent geen slechte loper. Ik ben één. Ben je niet aan het filmen? Ja. Oké, dus mijn plan werkt keigoed. Ik heb iedereen een opdracht gegeven. Maar als deze tetterdametjes hier niet zo rustig zouden wandelen, dan moest ik ging bijna koffie brengen naar u. Ik meen het. Een koekje erbij en al, dat jullie rustig kunnen wandelen. Zeg, wat zeg jij? Leerkracht of wat? Ja. Leraar Nederlands, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en de paardrijkskunde. Godsdienst, vroeger en nog dingen. Kunnen gegeven. Slaken leer. Cijfers. Wat? Maar, wat? Te zien, hè? Want normaal gezien, We moesten toch letters opzoeken? Nummer 3 is ook 44. Ja, ik heb 3 van de letters. Oh, dan kan ik het wel even. Dus S is bij u 100. Maar wat ik heb ook, dat is juist. En R is 44. Of... Ja, dat is toch wel. En B was 53. Ja, goed, dat is juist. Dus de rest moeten wij terug, of ja. Zijn denk ik naar binnen gegaan. Het is niet waar, hè. Oh. Maar daar denk ik nog wel. Het is een ramp. Het is echt een ramp. Oh, yes. Ja, dat is niet hoeveel goed. Hoeveel nog? Ja, ik ervan uit dat het goed is. En die L? Zijn 67. Dank u, Eva. Ja, Eva, je bent een engel en dat is toepasselijk, hè. Maar welke mis wij dan? Dan mis je er maar 1, 2, 3, 4. Dus de eerste 2, maar ik weet niet of dat in de buurt waren, dat weet ik niet. En dan de deze, de Y, is dat in de T. Maar hey, als de rest juist is, het is daar. Dan zal dus we hebben geen fout. Geen enkel fout. Dus dat is al goed. Dan ga ik dat hierbij leggen. Dus goed, dan winnen wij. 1 fout, jullie 0. Dus afwachten wat de rest doet. Hè. Goed samengewerkt. Ja. Jullie hadden ook veel meer punten dan dat de anderen. Die anderen hadden maar 8 of 9. Wij hadden 10. Hè. Dus even, mogen wij onze spullen? Ja, dat ze allemaal halen. En dan gaan we maar terug. Hè. Niks vergeten. En zo ziet de dag er weer al op. We gaan nu naar huis. Rustig. Op het gemak. En ja, voilà. Plezier. Hebben we wel gemaakt, min of meer. We hebben wel gelachen met die rolstoelen en met dat hoogteparcours natuurlijk. Dat was ook het een en het ander. Maar het was speciaal. In ieder geval al beter dan de vorige sportdag, dat kan ik wel stellen.
Enfin, ja.